In het opvangcentrum is verzorgster Kathleen druk bezig met het voederen van de vleermuisjes. Doordat ze niet in winterslaap zijn, hebben de meeste vleermuizen veel zin in lekker eten. Dat ze binnen worden gebracht is niet alleen de schuld van het warme weer. Met het warme weer, mensen gaan al sneller aan de verbouwingen beginnen, dus ook het dak, de kelder opruimen of zo. En ze vinden vleermuizen. Daardoor hebben we ook veel meer vleermuizen zitten dit jaar. Momenteel hebben we er 13 zitten. Andere jaren hebben we er maar de helft zitten. Veel vleermuizen worden dus gestoord tijdens hun winterslaap. Maar dat is volgens Kathleen helemaal niet erg. Een vleermuis, als die in winterslaap gaat of niet, dat maakt eigenlijk niet veel uit. Natuurlijk, als ze niet in winterslaap gaan en wij brengen ze hier het hele jaar, vanaf de winter erdoor, dat wil wel zeggen dat ze een groter gewicht hebben dan normaal vleermuizen die wel in winterslaap gaan. Winterslaap of niet, toch raadt Kathleen mensen aan om de vleermuizen niet te storen. Als het kan, raden wij aan om de verbouwingen volledig te stoppen. Laat de vleermuizen zitten en in het voorjaar, als de vleermuizen uit winterslaap komen en zelf vertrekken, dan terug te beginnen met de verbouwingen.